In dit jaar dat in het teken had moeten staan van 75 jaar bevrijding, heeft vrijheid wel een heel andere betekenis gekregen. Onze redactie blijft het belangrijk vinden ooggetuigenverslagen uit de jaren 1940-1945 van mensen die er nog zijn vast te leggen en met u te delen. We zijn vandaag te gast bij Jan Plat, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij onze gemeente belast was met het beheer en de uitgifte van distributiebonnen. Hoe kwam je nou als ambtenaar bij de gemeente op die distributiebonnen? Bij de distributie. Dat kwam als volgt. Mijn zuster, een van mijn zusters, die had verkering met Henk Muren. En Henk Muren was, ik begrijp goed welke tijd dat was. Dat was die erge crisistijd en die werkloosheidtijd. En Henk Muren, die werkte op stadhuis, gratis. Die was van de kweekschool af, gratis gaan werken, op stadhuis, verdiende niks. En dan was het, dat betekende dat je dus het eerste aan de beurt was bij een uitbreiding van het personeel. Ja, ja. Als ze je aannamen, gratis, want je kon daar niet zomaar naartoe gaan en zeggen, kan ik hier gratis werken. Hij werd een echte ambtenaar. En met een echte naam en alles op en eraan, alleen, ik werd geen geld. Maar er zat een belofte in, verwerkt zeg maar, dat ze het eerst aan de beurt waren bij een uitbreiding van personeel. Zij dat er iemand met pensioen ging, of kwam te sterven, en een uitbreiding. En dat gebeurde wel, een uitbreiding. En Muren was toen op een gegeven moment echt ambtenaar met een rang. En een zwager van mij aan het worden. En die ging naar de directeur van het distributiekantoor, want die was ook met een uitbreiding bezig. Want we waren toen al een jaar met een oefening het distribueren van suiker. Dat was suiker voor oefening, omdat we een artikel op de bon deden, wat elke dag gebruikt werd door iedere Nederlander. En dat was het enige artikel dat van koffie of thee, dat werd door, niet door iedereen gebruikt. Ja. Er waren mensen die bijvoorbeeld nooit koffie in huis hadden, maar wel thee. Maar suiker had iedereen. En toen hebben ze suiker op de bon gedaan en toen een proef genomen met die stamkaarten die inmiddels iedereen had. Ja, ja. En afgehaald. En die stamkaart, die moesten ze overleggen en dan kregen ze een suikerbon. Dus een kaart met suikerbonnen. En toen dat eenmaal liep, toen wisten we meteen, de organisatie van in een heel land is dat een hele klus. Toen hadden ze meteen ervaring met het hele land te voorzien. Vanaf het bevolkingsregister naar het publiek toe, ja. In één klap, kon dat afgehaald worden door de mensen van bepaalde straten per week of per maand. Dan was die straat aan de beurt en die moesten dan naar stadhuis. En dan konden ze daar hun gezin aan de stamkaarten afhalen. Ja, ja. Later heeft Klepper dat alfabetisch gedaan, dat ging veel beter. Had je de mensen ook opgeroepen, maar niet meer per straat, maar per de naam alfabetisch. Je kon, als je hem kwijtraakte, of kapot, met kinderen. Het waren altijd de ouders, ze konden alleen bonkaart halen bij mij. Ik ging over die bonkaart, over die levensmiddelenkaart, die kreeg ik voor me als werk. Ik was chef afdeling bonkaart, 18 jaar. Zo. Heel deftig chef. Ik was net zo'n deftig chef als in Amsterdam. Die had er 20. En daar was je chef aan. Ik was chef alleen. Maar chef afdeling bonkaart. En welke voedingsmiddelen en goederen gingen er op een gegeven ogenblik op de bon naast suiker? Het aantal bonnen wat op die kaart zat, werd niet gebruikt. Veel, ik noem maar wat, erwten en bonen,
die kon je toch wel krijgen. Die werden niet zoveel. Dat waren artikelen. Snert en andere bomen. Gort. Die at je niet in de zomer. En die groeide wel in de zomer. Er was voldoende erten en boom. En die bonnen knikten ze ook af. Want die kwamen ook op de bon. Ja. Die winkelier die leverde die in. En die kreeg dan dus op die toewijzing. Dat heette de toewijzing. En leverde 300-400 bonnen in. Voor erten en bonen. En dan kreeg je voor 300 toewijzingen. En dat waren 300 onzen, ik noem maar wat. Kun je toewijzingen in de kleding van de transier. Een zak met erten. Rookkaarten, die waren belangrijk. Snoekkaarten niet, want dat was suiker en suiker was er genoeg. Maar de snoekkaarten. Alle mensen kregen of een één of het ander. Een boerling kreeg ook een snoekkaart. Die snoepte nog niet, maar kreeg toch een snoekkaart. Dus er was een enorme hoeveelheid snoep te kopen. En die hadden, ik heb dan nooit zoveel snoep gehad als in die oorlog. Het was in het begin zo, je nam de bonnen mee. En veel mensen lieten de bonkaarten bij de winkelier. En je kreeg je brood. Er was meer brood dan bonnen. Later waren er meer bonnen dan brood. Maar toen het begon, het eerste jaar, toen kon je zoveel brood halen als je wou. En dan gaf je de bonkaart aan die winkelier. En die kreeg daar wat wij noemden een toewijzing op het aantal bonnen wat hij afknipte en opplakte op speciale opplakvallen. Die werden ingeleverd bij de distributie en dan kregen ze een toewijzing. En de winkelier. En op die toewijzing stond dan bijvoorbeeld 300 rantsoenen. Dat waren 300 opgeplakte bonnetjes. Op drie halen, op een bepaald moment 100 bonnetjes. En dan kregen ze een rantsoenkaart. En daar stond dan op 300 rantsoenen. Als je die bonnen nou inwisselde voor de aanschaf van voedsel of wat dan ook, stonden er dan lange rijen voor de winkel of viel dat wel mee? Dat viel in het begin erg mee, want dat was genoeg. Ja, ja. En de Duitsers, die wij merkten niet wat die Duitsers van ons pakten. Waar wij moeilijkheden mee hadden. De Duitsers pakten van ons niks. Die voerden met ons toch al een handel, een tamelijk drukke handel, hadden wij aan Duitsland. Wij leefden van Duitsland eigenlijk, nu nog. Want dat was onze buurman. Ja. En wij leveren de boter en de melk, want dat heeft Duitsland tekort. En daarvoor in de plaats konden wij de visie krijgen, Duits geld, waarmee we de aardappelmensjes konden kopen. Hm? Want ja, Duitsland en een brug en noem maar op. Het was toen nog, iedereen had van alles genoeg, nog. Als je nou wel geld had, maar geen distributiebonnen, kon je dan toch kopen wat je nodig had? Als je geld genoeg had, er was wel al gauw een zekere, zeg hem ook in die, een mooi voorbeeld waren die snoepkaarten. Die werden uitgegeven. Snoep- en rookkaarten. Onze rooktabak kwam eigenlijk maar uit twee landen. Dat was Engeland, die de Virginia sigaretten fabriceerde, die bestaan nog. En die had Amerika, die Amerikaanse sigaretten. Dus dat waren die pakjes die nu nog verkocht worden, zachte pakjes. De Engelse pakjes, dat waren kartonnen pakjes. Ja. Miss Blanche en Seaweed. En dat waren allemaal kartonnen doosjes. Met 10 sigaretten of 20 sigaretten erin.
En dat hadden ze nu niet uitgezet. En die kwamen dan niet te bakken uit Amerika. En dan had je vanuit Turkije een heel speciaal soort tabak, Turkse sigaretten. Die hadden een, geen lekkere smaak, maar die hadden wel een heel exclusieve rooklof. Net als bier ook. Toen de Duitsers hier de baas waren, voerden ze de zogenaamde tweede distributiestandkaart in. Om te voorkomen dat de duizenden onderduikers toch aan voedsel konden komen. En er waren ook in Edam en Volendam waren er onderduikers. Hoe werden nou die onderduikers geholpen aan voedsel en aan kleding? Dat is een praatje geweest waar ik me 5 jaar aan geërgerd heb. Want dat heeft nooit bestaan. En dat kan in de hele wereld ik alleen weten. Want ik was de chef van de afdeling voedingsmiddel. Waar de tabakskaarten en de snoepkaarten bij hoorden. Naast mijn rechts zat mijn ambtenaar, die pakte de stamkaarten aan, knipte het in één legval een bonnetje vanaf, het bonnetje wat die maand geldig was, gaf stamkaarten met bonnetjes door aan mij. Ik keek naar de bonnetjes, 3A bonnen, 2B bonnen, 1C bon en een D bon voor een baby. Een baby kreeg niet dezelfde rantsoenen. Baby's kregen melk en nog wat grote mensen niet aan. Dus dat waren de D-kaarten. Dan gaf ik het door aan de controle, dat die zat links van me. Die controleerde alles nog eens. Dat er niet een dubbele was, ze zaten net als bankbiljetten aan elkaar. 100 per pakje. En dan moest je wel goed voelen. En controleerde dat. Bij dezelfde stamkaarten moesten zoveel bonnen zijn. En of het de goede waren. Dat niet een B-kaart in plaats van een A-kaart gegeven werd. Want B-kaarten waren iets meer waard dan een A-kaart. Want dat gold voor opgroeiende jeugd. Dat was beneden de 16 en boven de 12. Ja, ja. Die kregen de B-kaart. Die hadden meer troep te slapen. Ja, dat waren de eters. En daaronder kreeg je een ander soort voedsel. En daaronder de babykaarten. 4 soorten kaarten had ik. Ja, ja. En dan had je mensen die zware arbeid verrichten. En die moesten weer apart komen. En die kregen dan zware arbeidkaarten. Voor vet en boter. Voor het echt, toen had je nog zware arbeid. Bijvoorbeeld, zware arbeid was een stoker. Een stoker in de gasfabriek. Die stond de hele dag met de schop in die ovens, in de gloeiende hitte, in die ovens. Anton Deen, die was in de tijd op de gasfabriek. En die kreeg een zware arbeidkaart extra. Bloed heet in de zomer. De hele dag kolen scheppen en in de oven gooien. Het lijkt niet zwaar, maar het is het wel. Vissers kregen een lichte zware arbeidkaart. Die had zeer zware en zware arbeidkaart. Een visserman die deed een paar dingen, daar moest je sterk voor zijn. Het optrekken van de zwaarden. Het optrekken van die zware zeilen, een licht mannetje, die kon dat niet. Je moest vrij sterk zijn om die zware zeilen omhoog te krijgen en weer omlaag. Dat was zware arbeid, daar kregen ze extra gaten voor. Het was allemaal geregeld. En regelbaar ook, want er was voedsel genoeg. En ik heb de hele oorlog door aan iedereen, ook aan de Joden, volop gegeven wat iedere particulier kreeg. Ook een stamkaart. Dat heeft de Duitsers nooit verboden. Waren er ook vervalste distributiebonnen in omloop? Niet veel. Dat was de moeite niet.
want er was op een veel gemakkelijkere manier aan te komen. Maar de distributieambtenaar op het platteland, die werkte de Duitsers helemaal in de hand. Ik deed alles volgens de voorschriften. Ik was een uitstekende ambtenaar. Want ik deed alles volgens de voorschriften. De voorschriften die kwamen uit Den Haag. En daar was de regering. Dat die regering voor 80% Duits gezind was en allemaal NSB'ers waren, dat raakte ons niks. Wij kregen dus instructies in die volgen op. En dat praatje van onderduikers kregen geen bonnen en Joden kregen geen bonnen. Ik heb nooit circulaire, ik kreeg circulaires over de brandstofkaarten bijvoorbeeld. Daar kreeg je een circulaire over wie die brandstof kreeg en wie niet. Die koks en noem maar op kreeg en de anderen die konden geen koks gebruiken, want die hadden een aard. Die stookten met de anthraciet. Dat was allemaal geregeld. Ja, ja. Er zat een grote soepelheid in, daar bemoeide de Duitsland zich niet mee. Nou, Duitsland leverde veel steenkool aan Nederland. In de oorlog ook nog. Want dat deden ze voor de oorlog ook. Waar Duitsland ons mee te pakken nam was met staal, nikkel, chroom, wat in vliegtuigen en wapens verwerkt zat. Koper, dat was niet meer te krijgen. Maar daar had een particulier toch weinig om. Hoe kwam je nou in het bezit van die tweede distributiestamkaart? Want er was een eerste, die was uitgegeven door de Nederlandse overheid. En ja, toen de Duitsers hier de baas werden, toen kwam die tweede distributiestamkaart die kwam in beeld. Ja, die kwam om het eerst pas, want de eerste distributiestamkaart die werd al gauw vol. Bij elke uitkering werd er een vakje aangekruist. En dat ging een maand mee. Dat kruisje ging een maand mee en dan kreeg je weer een nieuwe kaart. Op een gegeven moment, toen werden er zoveel artikelen op de bon gedaan, dat die kaart daar niet in voorzag. Er kwamen veel andere artikelen op. En letters voor het afhalen van, bijvoorbeeld, het afhalen van een textielkaart. Textiel was ook wel bedoeld natuurlijk, het eerste. Dat was meteen al moeilijk te krijgen. En voor Volendammer kleren helemaal niks meer. Want God weet waar dat vandaan kwam. Maar baaien, een blauwe baai en een rode baai en een rood end. Ja, dit was allemaal zo van. Ja. En van een wolsoort, van minderwaardige wolsoorten. En dat was meteen al niet meer te koop. Die distributie daarvan, die kaarten, die kregen een kruisje. Maar die kreeg een kruisje op de stamkaarten, want dat was nog steeds niet zo streng. De tweede kaart, die werd geschikter gemaakt voor alle mogelijke artikelen. En een aantekening met onuitwisbare inkt, want men vond een kruisje wegwerken, want je hebt de inkt wegwerkende vloeistoffen, die kijk ook, maar die inkt, die was onuitwisbaar. Vult en inkt kon je weghalen. En gewoon pennetjes in potloden. Wij werkten met potloden. Ja? Je had geen andere wensen. Balpen bestonden niet. En op die manier hadden we een inlegvouw. Dat was een losvouw. Het was een losse distributiekaart. Van de afmetingen van de tweede nieuwe stamkaart.
die exact even groot was en hetzelfde van laat voeren als de eerste, maar luxe, voor het gebruik gemakkelijker. En de nummering, die was zodanig dat sommigen dachten, ik ook, dat misbruik gemaakt werd met die eerste stamkaart en vervals werd. Maar dat was niet zo. Die moeite hoefde je met die eerste kaart helemaal niet te doen om die na te maken. Want het was veel gemakkelijker om bon aan de man te kopen. Er waren zoveel mensen die helemaal geen brood aten, nauwelijks. En die van de bakker zoveel brood konden krijgen als ze wilden. Dus het was de moeite niet. Maar erg veel artikelen. En dan vond dat maar at voor de oorlog en de crisis niet het eten van nou. Wij aten om. Nou, wij waren dus vissers. Uitsluitend vissers. En die aten scharp, schoon en schelpvis. Die drie. Al die andere vissen, die waren voor de katten. En die aten we niet op. Wij verhongerden en de katten werden dik. Want wij verhongerden, want dat kwam in ons hoofd niet op. En dat geldt nog voor heel China ook. Die eten rijst en geen aardappelen. In China eten ze geen aardappelen. Die moeten ze niet hebben. Het zijn lelijke, vieze dingen. En die eten rijst. Hoe werd de situatie in onze gemeente en in de omgeving in de tijd van de hongerwinter van 44-45? Want toen hadden we wel bonnen, maar toen was er nauwelijks meer voedsel. In de hongerwinter toen werden de koeien binnen. Ze hebben schapen en koeien geslacht, 's nachts, in de hongerwinter. Hm. Maar daar werd gauw bij gewaakt dat niet meer gebeuren kon. Bovendien hadden we centrale keukens. Je kon het afhalen, het werd niet thuisgebracht. Die melk moest je afhalen. Dat op bepaalde plekken, daar werd het centraal geleverd. Er wordt wel eens melding van gemaakt dat er verzetsgroepen waren in de oorlog. Die overvallen plegende op kantoren waar distributiebonnen werden bewaard. Hè? En die dan die buitgemaakte bonnen verdeelden onder personen die dan onderduikers waren. Zodat die dan extra voedsel konden kopen. Zijn er ook van die overvallen geweest op distributiekantoren in Edam en Volendam? Na de overval vonden we de burgerlijke stand, dat is ook meegenomen. Die hadden ze in de Purmer in een slootje gehoord. Want ze waren een organisatie van niks. Ze waren doodsbenauwd dat ze Duitsers tegen zouden komen. Want ze reden in een auto. En de auto's waren verdacht. Het waren polities. Dus die mochten in verboden tijd. Die overval die werd s'nachts geprobeerd. Maar de politie die mochten buiten. Die had dienst. Maar niet met bonkaarten aan boord. Dus wat deden ze? Die bonkaarten moesten zo snel mogelijk, om kort te gaan, de volgende dag, twee dagen later, toen werd ik was helemaal niet van de ondergrondste, maar ik werd ook geacht van de ondergrondste te zijn. Want de ondergrondste die deden niet geheim. Maar geheimzinnig. Geheimzinnig is heel wat anders dan geheim. Men geheimzinnig doen, dan liep je duidelijk in de gaten, dan liep je zo in de kerk. De communie. Dat je niet gezien werd. Kees Boosman heb ik een keer gezien. Die ging zo in de kerk. De boek geschreven heeft, waarom het al in hoeverre. Die was van ondergronds en die vingen die wapens op. Die zat daar in de Wemster en dan kwam hij af en toe naar Volendam, naar zijn vader en moeder. En dan liep iemand een monnikendam,
zei mijn vrouw, Kees Boosman is een Monnikendam in de kerk. Die liep met z'n voor zo. Hij kan net zo op zijn broekje gaan lopen, maar Kees Boosman, die herkende je toch wel. Het lijkt ergens op. Dat bevolkingsregister, als je dat compleet, een dik boek, compleet in de sloot gooit, in een boerensslootje, dan kun je het eruit halen aan de volgende dag en dan kun je het volledig laten opdrogen en lezen. Want het wordt van binnen niet nat. Nee. Dat hele bevolkingsregister hebben ze gewoon weer vernieuwd overgeschreven. Ze vonden in een paar slootjes, ja, die overvallers, dat waren voor ons onbekende agenten. Die mocht een pistool hebben. En toen schoten ze, godverdikkie, een goede agent dood. Zo goed als dood. Die zat daar achter. Het was niet iemand die opgeleid was in Schalkaar. Maar een goede Willem Stuut. Jullie hebben Willem Stuut gekend. Getrouwd met de Volendams. Die naam komt bekend voor je. Die schoot drie kogels door zijn barst. En net langs haar. En die dacht er het leven vanaf. En die durfde niet altijd wel spektakel te maken. Maar ze bracht de Duitse lekkernij in het ziekenhuis bij hem. Want ze hadden bommen genoeg. En toen zei Henk Muren, kom bij mij. Henk Muren zat ook in de Holland. Erik Kalschoten was de baas van de ondergrondse van de hele gemeente. Hij was beduut van Volendam. Erik van Edam en Volendam. De zoon van de oud-burgemeester. Die werkte aan het stadhuis. Dan kwam ik aan iedere dag, omdat het zo koud was. Je moest er tussen de middag niet naar huis toe te gaan. Had ik brood meegenomen. En dan ging. Dat was hongerwinter. Maar de gemeente had een boerderij in de Purmer. Als eigendom. Stokman. Een prachtige boerderij. Op het hoekje staat er nog. De eerste boerderij van de Koningsbrug af. En daar kregen wij, de ambtenaren. Daar we vaak, gemakkelijk, tarwe van. En Erik Koolsleuter, ik niet, want ik was toen nog geen ambtenaar. Maar ik was bij de distributie, via een muur kwam ik daar tussen de midden. Gezellig eten, kacheltje warm. Jan de Koe was toen bode. Die bleef ook tussen de middag over en die zette dan een lekker kop koffie. En zo ging dat. En Er was verder, in die hongerwinter, er was geen vervoer, want de vliegtuigen, die waren in België, die hoefden maar 10 minuten te vliegen. Er was geen, het werd elke dag door de radio gezegd, maak geen gebruik van openbaar vervoer, maak geen gebruik van een paardenwagen, want zelfs een paardenwagen wordt beschoten. De lucht wemelde van de jagers, duizenden jagers uit Engeland en Amerika, die stegen op in België. En die waren in tijd van 10 minuten, ons trammetje, dat heb ik gezien. Ons trammetje werd beschoten, dat was twee keer een oorlogsleven. Het vliegtuigje, dat kon hier gemakkelijk in huis. Zo'n klein jagertje was het. Een Amerikaanse jager. Nee, een Engelse. En ik hoorde rrrt, twee keer. Het was alsof het op dak was. Maar het vloog zeker nog 100 meter hoog. En die richtte via het vliegtuig, 4 mitrailleurs op het trein, op de voorste wagen. En toen werd de hele voorste wagen werd doorzeefd. En er zijn toch nog wel een stuk of 4, 5, 6 doorgevallen. En Volendammers ook. Twee keer rup. En toen was het trammetje, die was er. Conducteur was ook dood. Het was een teffer een ogenblik gepiept. En dat deden ze met paardenwagens en met alles wat bewoog op de weg. Schepen,
maak geen gebruik van vervoer. En dat is het antwoord op de vraag, hoe kwamen jullie aan voedsel? Ze konden de melk, de koeien, die stonden op stal. Maar die gaven nog wel, ze waren allemaal zwanger in de winter, daar zijn ze nu nog. Ze krijgen het kalfje in mei. Maar ze geven even goed nog een beetje melk. Dat melk kon niet vervoerd worden en het stikte van de koeien. Middelie, Kodijk, Barter. En ik was daar bekend. Ik kwam daar elke maand. Dus ik had melk. En als je een beetje meel had, haver was ook een havermelk kon je daarvan maken. Havermelkpap. Maar het was eigenlijk paardenvoer. Dus ik kon er havermelkpap van maken. En als je melk genoeg had, volle melk. Dan ging je niet dood van honger. En die melk, die werd elke dag gehaald met Duits vervoer. Die Duitsers hadden in één keer. Die konden ook niet ergens anders ondergebracht worden. Dus wat ze daar moesten doen, weet ik niet. Maar dat waren, die hadden paardjes voor, ze reden op een paard, die officieren. En die hadden die paarden ondergebracht in de Heemkerkfabriek, die was leeg. En dan brachten ze elke dag naar de kerk. En naast de kerk heb je een stukje tegel gehad. En dat noemden wij de kerkentuin. En daar brachten ze, dat is het enige stukje grasveld in Volendam. We hadden nog een stukje grasveld in de Benedemmerstraat. Want daar moest al gras komen. Want daar hadden we met een koninginnenfeest, met de geboorte van Juliaantje, een oranje boom geplant. Ja, ja. En dat plantsoentje. Dat is er nog, hè? Zo groot als twee keer dit huis. Meer was het niet. Dat plantsoentje was gras. Dat was één plantsoen man, Piet Lut. En die hield alle plantsoenen van Bolwaan bij. Dat was dit plantsoen, dat ik het over heb. En nog een plantsoentje. En dat kon hij met de hand, met zijn hand bewerken. En waar haalden we dan het eten vandaan? Nou, ze hadden zo een commissie. We mochten paarden van de Duitsers gebruiken. En we reden naar Medellin, naar de melkfabriek van Medellin. En die hadden we melk mee. En die werd centraal in Volendam verdeeld. Dus melk, als je melk had, dan was je dan ging je niet meer dood van honger. Toch waren er mensen die dat oude mensen, net als ik nu ben, maar toen op het Doolhof woonden ook een paar, de Grutters, die woonden waar Albert van der Slinger woonde. Twee oude mannen, die kwamen toen veel voor in Volendam, mensen die niet gingen trouwen, omdat trouwen betekende armoede, want dan kreeg je kinderen. Veel kinderen, daar zorgden de pastoren wel voor. En veel kinderen betekende zonder werk armoede. Dus er waren nogal wat mensen die gingen. De kippen, die waren met z'n drieën, en twee kippen. De latere voetballers, familie van de voetballers. En een zuster van de kippen, die woonde op het Noordeinde met z'n drieën, ongetrouwd. En die waren rijk en die lieten later een prachtig mooi huis bouwen, staat nog op hoogte van de dijk. Die andere staan beneden, maar het ene huis, dat staat er, dat is voor de oorlog gebouwd. Daar woonden die kippen. Toen de oorlog afgelopen was, hield toen ook het distributiebonnensysteem meteen op te bestaan, of ging dat nog een tijdje door? Dat ging gewoon door. Want we waren het armste land van Europa. Toen. Wij waren zo arm, want wij waren zo zwaar getroffen door het feit dat we geen. Nederland was een handelsland, geen industrieland. België was dat veel meer. Ja. Wij hadden geen grote fabrieken, wij hadden alleen. We waren heel trots op Philips.
Maar de meeste fabrieken van Philips die stonden niet eens in Nederland. Maar Eindhoven, dat was toch een fabriekstad. En meer fabrieken hadden we niet van belang. Want wij waren handelslui. Wij vervoerden voor ons de omringende landen via Rotterdam. Vervoerden wij de grote schepen met Rijnaken Duitsland in, voor de oorlog. Wij waren nu nog, zijn wij een handelsvolk en geen fabrieken. Wij hebben geen bekende merken die over de wereld buiten Philips. Maar Philips is ook afgezakt. En weet je wanneer dat distributiebonnensysteem hier in Nederland en ook hier in onze gemeente ophield? Dat wij gewoon... Het niet op. Het ging zoals het kwam. Het ging precies zoals het kwam. Het eerste wat vrij te koop was suiker. Want dat hadden we toen al genoeg, voor de oorlog. En dat hadden we na de oorlog ook nog genoeg. Ja. Want we hadden suikerbieten. En dat was een uitvinding van de Duitsers. Want die hadden ersatz, zoals ze dat noemden. Ze hadden ook namaak rubber. Die is nooit meer vervangen door echte rubber. Wij fietsen met fietsbanden. Daar zit geen spat rubber in. Dat is namaakrubber. De enige rubber die nog in banden zit, is in vliegtuigen. Maar niemand weet dat. Fietsbanden zijn niet meer van rubber. Al jaren niet. Ik dank je hartelijk voor dit interview. Dat is goed. Beste kijkers, hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. En deze aflevering wordt een hele week herhaald en is ook te bekijken via de website van de LOVA. www.rtvlova.nl en via YouTube.